Ja, chill. De jury schrijft een heel gedurfd verhaal, zowel wat betreft thema als vorm. Vanuit een eenvoudige situatie moedigt ze de lezer aan na te denken over tijd en herinneringen. Op nummer 2 is geëindigd uit een provincie die toevallig heel veel aanhangers heeft meegenomen. Aanhangers. Uit de provincie Limburg is dat Vera Vaassen! Waar ben je, Vera? Ah, daar ben je, Vera. Vera, kijk eens. Bam, deze is voor jou. Super goed. En hier is Junior voor de Nimi alweer mee naar plekje 2. Kom maar, kom maar. Super goed, hè. Dames en heren, de nummer 2 in de categorie taal. Vera Vaassen. Zaterdag. We liggen. Omdat zaterdag de enige dag in de week is waarop we niet via digitale wegen communiceren, doen we dat. Toch is het soms bijzonder fijn om te zwijgen. Op de achtergrond klinkt Something van de Beatles. Nog voor ik helemaal wakker ben, kijk ik vanuit een ooghoek naar haar en prijs mezelf voor de zoveelste keer gelukkig. Hierbij wenden mijn hersens af naar hoe ik vroeger alles zocht in toevalligheden, zoals tijdstippen met getallen van hun verjaardag. Zo sloeg mijn hoofd jaren geleden steeds over als het 5 over 10 was, want op 10 mei was mijn grote carverliefde uit de 6e klas jarig. Hetzelfde gold voor namen van winkels, bordjes langs de weg, liedjes waarin ik dacht hun naam te horen. Maar om haar leuk te vinden, heb ik geen toeval nodig. Aan de manier waarop haar ademhaling plots verandert, merk ik dat ze eigenlijk iets wil zeggen. Soms denk ik op zulke momenten dat er iets aan de hand is. Maar dan hoef ik maar even een glimp op te vangen van haar tevreden semi-slaaphoofd om te weten dat dat niet het geval is. Misschien zit ze met haar broertje. Ik veeg wat losgevallen plukken haar achter haar oren en even daarna treffen onze ogen elkaar, voor zover die al geopend zijn. En dat ik dan, en dat zij dan, en dat we allebei dan, en dat we vervallen in een jij, nee jij, maar jij en jij dan. Dat er even niets anders is dan wij en de stem van John Lennon. Niemand anders dan wij en een mysterieuze blik van de neppe Mona Lisa aan haar muur. We liggen nog lang en gelukkig. We liggen, hij en ik. We zijn heel stil en zacht en praten alleen wanneer het nodig is. Met zijn vingers tikt hij in het ritme van Come Together op mijn buik. Ineens zegt hij, het is raar hoe iedereen voor elkaar op een bepaald punt stilstaat. Zolang je iemand niet ziet of spreekt, staan jullie voor elkaar stil op het punt waarop je elkaar voor het laatst sprak. Daarna kun je slechts een mentale voorstelling maken van wat die persoon allemaal doet. Diegene heeft waarschijnlijk ook een beeld bij jou, maar misschien klopt dat helemaal niet. Wie weet sta ik voor iemand anders stil in de zandbak op het schoolplein van mijn basisschool, omdat ik hem daarna nooit meer heb gezien. Daarna komt nog meer, maar ik raak de draad kwijt. Dat doet hij wel vaker, mij de draad kwijt laten raken. Ik ben gewend aan zijn filosofische gedachtenstroom zoals hij gewend is aan mijn terughoudende reactie als hij deze ideeën aan me vertelt. Als de wekker gaat, laten we het geluid langzaam weg hebben. Alleen de stem van John Lennon, zo nu en dan een zachte zucht. Soms doen we dat omdat we ons afvragen hoe lang het nog duurt voor de wekker zichzelf de mond snoert. Nu laat ik het gebeuren, omdat ik weet dat de wekker nooit meer in deze ruimte en op dit tijdstip af zal gaan in bijzijn van ons tweeën. Een jaar, 4 maanden en 13 dagen is het nu, sinds we verkeren. Tegen mijn principes in hou ik de dagen bij, met als excuus dat het een maatstaf is van hoe leuk ik hem nog vind. Ik ben er nog steeds niet over uit of het positief of negatief is wanneer ik de tel zou kwijtraken. Maar in tegenstelling tot alle verjaardagen na mijn afspraken die ik ooit vergeten ben, weet ik dit nog wel.
een jaar, 4 maanden en 13 dagen. En 3 dagen sinds ik iets verzwijg, wat hij al lang had moeten weten en nog een halve zaterdag voor hij daarachter moet komen. Ik kan immers niet opeens verdwijnen. Dan probeer ik me te vermannen, beweeg ik mijn lippen langzaam richting neus dan wel kin, maar ik durf het niet. Waarschijnlijk denkt hij dat ik het over mijn broertje wil hebben, maar dit is anders. Met zijn hand gaat hij door mijn haren. Dat stelt me gerust, ook al weet hij niet eens dat het nodig is om me gerust te stellen. Stukje bij beetje draaien we onze lichamen naar elkaar toe. En dat ik dan, en dat hij dan, en dat we allebei... Hij beweegt nog 1 keer de palm van zijn hand langzaam van mijn kin naar mijn oor, naar mijn voorhoofd, zonder dat hij weet dat het de laatste keer is. Ik lig. Voor het eerst sinds 1 jaar, 4 maanden en 20 dagen lig ik op zaterdagochtend niet in haar bed en niet met haar in mijn bed. Ik draai Abbey Road, omdat ze alleen dan nog een klein beetje bij me is. Nu ben ik in mijn eentje stil. Althans, samen met de stem van John Lennon. Telkens als ik mijn ogen door de kamer beweeg, zie ik tussen mijn eigen spullen objecten die me doen denken aan haar. Tussen mijn deodorant en scheermes op het wasbakplankje ligt een groene tandenborstel die vloekt tegen mijn donkerblauwe muur. Op het nachtkastje een boek dat ze heeft laten liggen. Het kruidvatbonnetje dat ze als boekenlegger gebruikt zit bijna halverwege. Een bescheiden, doch zichtbare vlek van haar nagellak in mijn tapijt. Ze staat voor mij stil op afgelopen zaterdag. Een stille, lenteachtige morgen. En dat ik dan... Zonder haar dan. Zullen we nog een keertje naar voren lopen? Dames en heren, Vera Fase. Vera, het zit erop. Is dat een opluchting? Ja. Dat hoor ik aan de manier waarop jij ja zegt. Ja, maar dan moet je wel even uitleggen. Waarom is dat zo'n opluchting? Oh,